Ik wist wel meteen dat ik die special met Lieke zou willen doen. Omdat ik vond het fijn om met iemand te doen die kinderen al heeft. Ja, en ik vind het gewoon ontzettend leuk, die shoot ook met de kindjes. En met hun man erbij. Dat ik zal voorbij zeggen dat we daar heel dankbaar voor zijn. Maar hij zei tegen mij, dat was wel goed, van ja, maar ja, als onze kids erop gaan en ik ben er niet bij, lijkt je net een alleenstaande moeder. Ja. En dat ben je niet, dus dan vind ik het eigenlijk best een beetje gek. Het is heel leuk om te hebben. Ik vond borstvoeding wel ingewikkeld. Ja, vond ik ook. Ik vond dat veel lastiger dan ik dacht. De bevalling zelf kwam ook als een bliksem. Ja. Bliksemschicht. Ik had namelijk ten eerste verwacht dat de bevalling een soort van fantastische... bijna hypnose zou zijn, helemaal hemels. Nee, toen die weeën kwamen dacht ik, oeh. Ja. Nee, het is echt wel iets natuurlijks, gewoon dat ze een soort steen bij je naar binnen proberen te duwen. Ja. Dat ze nog of een boomstronk eruit proberen te duwen, dat is het meest natuurlijke. Mag ik heel even iets zeggen? Voor alle fabrikanten die gewoon maternity kleding maken. Als je zwanger bent, ben je niet ineens debiel. Hou je niet ineens van bloemetjes. Hou je niet ineens van heel veel teksten op je buik. En al helemaal niet dat er hierboven staat van coming out. Of pregosaurus. Feeder. Feeder. Dat moet je niet doen. Ik droeg dat altijd. Nee. Ja, seks als je zwanger bent. Het ligt een beetje aan hoe je zwanger bent. Maar je kan er alleen maar zin in hebben of helemaal niet. Nou, constant zin heb ik niet. Maar het is niet zo van blijf van me af. Maar mijn man noemde mij laatst zo'n kaboutervrouwtje uit de Rien Poortvliet boeken. En toen ik naakt in de badkamer stond, toen dacht dat helpt toch niet echt mee bij. Nee, dat is ook niet bevorderlijk voor het hele lustgevoel. Nee, seks met een kabouter is toch altijd heftig, vind ik.